De spelers staan vast, de loting is nu bekend. Hoe groot is de berg of hoe hoog is de berg die jullie moeten beklimmen dit weekend? Ik weet niet hoe groot die bergen zijn hier in de Alpen, maar het is een enorme... Hier valt het nog mee. Ja, het is een enorme berg die we moeten beklimmen. Maar goed, dat is topsport. Als je daar niet op voorbereid bent of in ieder geval niet tegen kan, dan moet je er niet aan meedoen. Jeuken de handen van iedereen? Ik denk dat iedereen wel heel graag wil spelen. En ook zich realiseert van oké, er gaat nu heel veel van mij verwacht worden. En vooral natuurlijk ook op tennisgebied, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat vraag ik helemaal niet van ze. Ik vraag ze alleen maar van ze dat ze strijden tot het laatste moment en alles geven wat ze in zich hebben. En dan weet je het gewoon nooit. Dat is het verleden ook wel gebleken? Natuurlijk. Dat pak je er ook altijd bij. Maar goed, je kan ook voorbeelden uit het verleden halen waaruit het niet gebleken is. Dus je moet er altijd wel voorzichtig mee zijn en realistisch zijn. Dat moet ook. Maar je kan wel realistisch zijn in het gegeven dat ze er echt alles aan moeten doen om een goed resultaat neer te zetten en te vechten tot de laatste snik. En dat vraag ik van ze en dat moeten ze kunnen brengen. Tot slot, je hebt al heel veel Davis Cup ontmoetingen bij geweest als speler en als captain natuurlijk ook. Voor wat voor weekend sta je nu met deze tegenstander in deze setting? Een weekend in ieder geval met twee enkelspelspelers die vaker gespeeld hebben in de Davis Cup. Dus die weten wel wat er van hen verwacht wordt en wat zij moeten gaan verwachten. Dus dat is niet nieuw. Maar de hele week heb ik wel op een andere manier nu beleefd. Maar ook met heel veel plezier. Omdat je hebt twee jonge spelers erbij die met ogen en oren continu openstaan. En om die ook een setje de goede richting in te geven is natuurlijk ook gaaf. Hoe hebben die rookies het ervan afgebracht tijdens het diner? Want ik begreep dat ze nog wat moesten vertellen. Ze moesten wat vertellen, maar ik weet niet of het verhaal bij jou bekend is. Het diner werd wat later, want de Zwitsers moesten nog een dopingcontrole doen. Dus we begonnen allemaal heel laat. En toen hadden we eigenlijk afgesproken dat alle speeches zo snel mogelijk in elkaar geduwd zouden worden. Dat we gingen eten en dat we ook op tijd weg konden gaan. Dus de rookies moeten vanavond aan de bak, Jan-Willem. Spreek ik je morgen weer daarover? Dat gaan we doen. Tot morgen.